Nee, ik maakte me echt heel veel zorgen omdat ik echt zenuwachtig was en een klein beetje een zweetreet ervan had. Goedenavond! Jezus. Nou, het lijkt wel alsof er wordt afgeknepen hier. Goedenavond! Ga je nou maar vertellen hoe het is gegaan met je kast? Dat is een mooie kast, hè, Brandon? Doet mama het wel goed? Nee, niet, hè? Wij zijn pro-vakluizen. Ja, nou. Nee. Begint er al goed uit te zien, jongens. Wow. Ja. Ja. Dan heb je papa goed gedaan. Je past niet. Moet. Ja, past niet. Daar zit de kast week 4. Woehoe! Ik ben zo ontzettend blij. Had jij niet verwacht, hè? Wat had ik niet verwacht? Ik heb het gewoon heel goed gedaan. Ja. Het duurde wel een beetje lang. Het was niet binnen een uurtje of binnen 2 uurtjes daarin. Het was wel van 's ochtends tot dat het donker werd. Maar je hebt het wel samen met... Samen gedaan. Met Geertje. Heel blij mee. En we zijn gewoon rustig gebleven. Even 100 keer gelezen. Het was een beetje vervelend dat de beschrijving in het Engels was. Maar ja, dat was alles nog beter dan Duits. Dus ik moest even voor Geertje gaan vertalen. Wat? Ja, nee. Mooi. Wauw. Wauw, 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 wauw. En voor de duidelijkheid, want we hebben afspraken. Wij gaan niet samen meubels in elkaar zetten. Nee, want een hoop mensen die vroegen natuurlijk van... waarom doe je dat niet met je man? Of waarom doet je man dit niet? Nou, jij vindt het gewoon verreweg van leuk om te doen. Jij hebt hier niet echt geduld voor. Nee, dat is heel, we kunnen het heel kort houden. Nee, luister. En jij en ik het samen in elkaar maken, dat gaat gewoon niet werken. Ja, maar we hebben gewoon 1 afspraak. Wat? Nou, ik doe geen meubels. Nee, je doet geen meubels. Nee, dus ja. Nee, want jij haat het. Ja. Want dan wordt jouw vocabulaire in één keer heel uitgebreid. Ja. Jij scheldt nogal heel snel dan heel vaak. Ja. Omdat jij het geduld daar niet voor hebt, zoals ik zeg. Ja. Dus om echt scheidingen dan te voorkomen. Ja. En ik me dan weer ga ergeren dat ik zeg, nou, we gaan dan niet beginnen met al die scheldwoorden. Zullen we dat dan niet doen? Zullen we rustig blijven? Hebben wij besloten om dat gewoon niet meer te doen. Maar is de kast al helemaal klaar? Luister, de basis staat helemaal. Het enige wat ik nog eventjes moet doen. Eventjes. Ja, dat is best wel een hoop werkje. Dat is de hele kast inruimen en dan ook de plankjes erin gaan doen. Van hoe wil ik het indelen? Wil ik kleine plankjes? Wil ik hele grote plankjes? Wil ik heel veel ruimte ertussen? Wil ik kleine ruimte ertussen? Wat ga ik waar doen? Wat ga ik niet erin doen? Wat ga ik wel erin doen? Wat laat ik wel in de garage zien? Wat gaat wel mee? Allemaal dat soort dingen. Ik ben er gewoon hyper van. Wat verdikkie. Heb je nog meer leuke dingen gedaan deze week? Ik heb hele leuke dingen gedaan. Want ik heb voor het programma Klasgenoten. Presentator wordt Victor Brandt. Wie? Victor Brandt. Oh, ik dacht dat je iets anders zei. Wat dacht je nou? Nee, van je. Oh, echt? Ik dacht dat je versprak, maar dat, volgens mij was het goed. Nee. Volgens mij niet. Ja, het was goed wat ik zei. Nee, want Victor was super leuk. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen. Er waren een paar momentjes dat ik me bijna terug had getrokken. Omdat ik het in één keer een beetje lastig vond. Nou, ik ben vandaag in mijn oude buurt. Want wij zijn aan het filmen voor Klasgenoten. Mama, wat mooi gemaakt. Ja. En kijken wie ik nog herken. Ja, ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het ook best een beetje spannend. Nou, kijk dan. We staan in de klas. Spannend, spannend, spannend. Ik ga ze dadelijk ontmoeten. Je was gewoon zenuwachtig. Ik was zenuwachtig, omdat het toch... ja, het is van voor mijn tijd natuurlijk voor Bobby. En ik was gewoon nog, kind. Middelbare schoolman. Dat is toch mooi, man? Nou, het was geweldig. Hoe was het allemaal? Nee, je moet niet veel verklappen. Ja, we kunnen niet veel verklappen natuurlijk. Nee, maar... We snappen natuurlijk allemaal wel over het algemeen van de uitzendingen. Zijn natuurlijk altijd helemaal leuk. En behalve die van jou. Nee, helemaal niet. Nee, ik maakte me echt heel veel zorgen omdat ik echt zenuwachtig was. En een klein beetje een zweetreet ervan had. Net voordat ik de klas in ging lopen. Maar dan moet ik wel even uitleggen waarom ik dat heb. Ik had gewoon een beetje angst, want vroeger vond ik het ook niet leuk. Of als je ergens op een verjaardag komt, dat je dan de laatste bent die binnenkomt. Oh, dat vind ik nooit zo prettig. Jij weet, daar heb ik altijd een beetje angst voor. En toen in één keer dacht ik, oh mijn god. En daar had ik niet heel goed over nagedacht. De klas zit al op je te wachten en dan moet jij erin lopen. Daarom gaan wij ook nog naar feestjes, omdat je altijd als eerste binnen wil zijn. Ja, en dat wil jij niet. Dat wil jij niet. En dan denk ik zoiets van, nee... Ik wil dan als eerste zijn, kan ik gewoon even zien rustig op een gemakje wie er binnenkomt. Weet je wel? Maar ik dacht alleen maar,
En dat kan ik natuurlijk niet vertellen of ik mensen wel of niet herkend heb. Maar stel nou dat ik niemand herken. Zal ik even over mijn droom vertellen die ik had? Nee, zullen we maar niet doen, hè? Weet je hoe laat het is? We lopen uit. Lopen uit, man. Ja, dat kan niet. Hey, spannende week komt er weer aan. Dus ik zou zeggen, sluit hem maar vast af. Jij mag het doen, het is jouw feestje. Einde bericht!